Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto weinig wolken boven ons land te bekennen. Dat betekent een mooie eerste paasdag met volop zonneschijn vanochtend. En een temperatuur die geleidelijk aan gaat oplopen naar 2 graden in het oosten van het land tot 4 in het westen. En dat is aan het einde van de ochtend. En verder niet al te veel wind vanuit het noorden. Vanmiddag drijven er meer wolken voor de zon, maar er is genoeg ruimte voor de zon en de temperatuur ligt vanmiddag rond 1 graad of 9. En verder blijft het droog. Vanavond zijn er ook wat meer wolken, de temperatuur gaat dalen en de wind blijft matig vanuit het noorden waaien. En morgen ziet het er toch wel anders uit dan vandaag. Er zijn meer wolken te bekennen, die schuiven vaker voor de zon. En mogelijk dat in het westen van het land een spatje regen of motregen valt. Maar verder verloopt de dag toch wel droog. Temperatuur morgen 1 graad of 9 en de wind draait naar het noordwesten. Dinsdag, woensdag en donderdag, dat zijn droge dagen. Geleidelijk aan gaat de temperatuur omhoog en op donderdag wordt het zelfs wel 14 of 15 graden landinwaarts. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.